hier op Papendal. Wij zijn hier een nationale talentdag aan het organiseren. Dat doen wij voor de vijfde keer. Primair gezien hebben wij gewoon een aantal sporten in Nederland waar je op latere leeftijd ook mee kan beginnen. En dan kan je daadwerkelijk ook nog de top halen in die sport. We can find the young talents that are not in the clubs or maybe are not in the top programs. That we're not used to see them around in basketball courts. Then you can see them here and we'll try to bring them in to see if they can fall in love with basketball. Ja. 20% van onze junioren, zeker de bovenkant, komt uit deze talentdag. Dus dat zijn mensen die daarvoor nog nooit van roeien hebben gehoord en een toproeier kunnen zijn in een korte tijd. Je ziet toch eigenlijk de mensen die het profiel van de volleyballer hebben en lang zijn, atletisch goed kunnen springen en misschien ook wel een goede kop erop hebben, toch niet in het volleybal terechtkomen. En daarvoor is het wel leuk via zo'n initiatief als deze Team NL Talentdag om in aanraking te komen met volleybal eigenlijk. Hoe beweegt iemand? Hoe loopt hij hier rond? Is hij gemotiveerd, gefocust? Er zijn heel veel factoren die een rol kunnen spelen natuurlijk. En dat proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen op zo'n dag. Wij testen vandaag piekvermogen en de piekcadans die ze kunnen leveren. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste factoren waaraan wij kunnen zien wat de aanleg is richting de baansprint. Cadans is echt iets wat genetisch opgeslagen zit in je lijf. De aansturing naar die spieren, dat moet er zijn. Kijk, dat is power. Tony Boon toevallig. Het vermogen waar we natuurlijk zeker naar kijken, want het superbelangrijk aspect is van de baanwiel en is heel erg trainbaar. Dus het is heel mooi als we hier mooie vermogens zien. Maar daarvan ja, weten we ook dat we daar nog wel wat invloed op uit kunnen oefenen door te trainen. The quickness, explosiveness, be a team player, help each other, be well communicated. Topsport is gewoon hard en lastig en je komt heel veel tegen op het pad naar de top. Daar moet je wel goed mee om kunnen gaan, dus dat is zeker een belangrijk aspect. Je hebt de gouden loper, alleen je moet hem zelf uitleggen. Je krijgt allerlei hobbels voordat je Olympisch kampioen wordt. Dat gaat iedereen meemaken, dus je wijst ook erop dat je die ook vooral zelf moet nemen. Dat energie vraagt, maar dat uiteindelijk dat wel een heel mooi leven is. Ik vind het al heel fantastisch dat ze hier komen om in die kwetsbare situatie waar ze zich even in tentoonspreiden, misschien weer een nieuwe stap in hun leven weer te maken. Als ze wat jonger zijn, kijk je ook vooral naar hoe ze bewegen. Om deze dagen ook echt daadwerkelijk succesvol te maken, hebben we enorm veel invloed en hulp nodig vanuit docenten LO. Van de sporters, ongeveer 270 die wij hier hebben, hebben zij meer dan 100 sporters aan ons geleverd. Omdat zij gewoon dagelijks in hun praktijk zien, ja, wie zijn nou lang, wie zijn nou explosief, wie voldoen daaraan. En dat vinden we wel een enorm belangrijke groep voor ons om ook daar even waardering voor uit te spreken. Dat zij dat voor ons blijven doen ook de komende jaren.